en heren, het is voor mij een genoegen om hier zo vroeg te zijn. Ja, het is voor mij niet alleen, maar voor het hele kabinet vandaag toch een spannende dag. Gisteren de troonrede, de eerste troonrede onder regie van minister-president Rutte. En vandaag het debat over onze eerste echte begroting. Hè. De begroting van vorig jaar was die eigenlijk nog van het kabinet Balkenende 4. Daar gingen toen de algemene beschouwing ook over. Maar vandaag gaan die over onze eigen eerste echte begroting. Dat is dus een spannend moment. Nou, u heeft de commentaren gisteren op de troonrede waarschijnlijk allemaal wel kunnen volgen. Ik vond het persoonlijk een realistisch verhaal, want u heeft het al heel vaak gehoord, ik hoef het u dat bijna niet te vertellen. De economische vooruitzichten voor volgend jaar zijn niet bepaald heel zonnig. Hè? U weet, de financiële markten die blijven onrustig, economisch herstel zwakt af en de staatsschuld die neemt nog steeds toe. Als ik de miljoenennota in één zin zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen: de overheidsfinanciën moeten op orde en de economie versterkt. En dat is ook precies de rode draad door alle begroting van alle departementen die worden besproken de komende maanden. Dames en heren, ja, bezuinigen is niet iets wat je doet voor je lol. Het is niet leuk. Ik ga ook liever met een zak geld rond om leuke dingen te doen. Maar de realiteit, u weet, is echt een andere. En we moeten dus als kabinet pijnlijke keuzes maken. Maar ik ben er wel van overtuigd. Dat veel mensen de noodzaak daarvoor wel heel goed begrijpen. Want iedereen met een bedrijf of iedereen met een huishoudboekje, die weet dat je niet meer eindeloos meer geld kan uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat er desondanks, ondanks het feit dat heel veel mensen dit heel goed begrijpen, dat er desondanks weerstand is tegen die bezuinigingen, dat snap ik ook. Veranderingen gaan altijd gepaard met weerstand en dat is hier niet anders. Het is toch anders als iemand in je eigen achtertuin gaten staat te graven, dan komt het allemaal heel dichtbij en dat is toch anders dan dat iemand dat in het gemeentelijk plantsoen iets verderop doet. Maar we hebben wel altijd heel eerlijk gezegd dat iedereen er iets van zou gaan merken. En dat gebeurt volgend jaar dus ook. In 2008, toen kromp de economie met 3,5%. Maar in hetzelfde jaar 2008 steeg de koopkracht met 2% en bleef de jaren daarna ongeveer op dat niveau gehandhaafd. En in feite heeft de overheid toen de klap opgevangen en die luxe die kunnen we ons niet meer permitteren. Die staatsschuld die is uit het lood geslagen en die moet gewoon terug in het gareel. Dat betekent dat we onze uitgaven moeten terugdringen. En dat is ook precies wat we doen. Veel meer mensen doen nu een beroep op regelingen, allerlei voorzieningen dan aanvankelijk was voorzien. Denkt u aan de kinderopvang, in Leiden zei het zo even al, de regeling voor jong gehandicapten, de WAJONG bijvoorbeeld, of de sociale werkvoorziening. Veel meer mensen doen een beroep daarop dan aanvankelijk was voorzien. En de daarmee samenhangende kostenstijging, die moet ook worden bedwongen. Ik geef u toch een paar cijfers, ik doe dat niet overal, maar ik weet dat het hier wel kan. Die WAJONG, die regeling voor jong gehandicapten, die kost nu zo'n 2,5 miljard per jaar. En als we niks doen, dan verdubbelt het aantal WAJONG'ers en betalen we over een tijdje het dubbele daarvan. Dan gaan we naar 5 miljard. PGB's, een heel groot onderwerp van gesprek. In 2002 nog ruim 400 miljoen. En nu is dat al gestegen naar 2,2 miljard. Een stijging van 23% per jaar. In 2005, kinderopvang, net zoals even al genoemd, gaven we in 2005 1 miljard aan uit. Vorig jaar was dat al 3,3 miljard. De kosten voor de zorg, iedereen die dacht dat dit kabinet bezuinigde op de zorg, die kan ik uit de droom helpen, want dat doen we niet. Want de kosten voor de zorg stijgen deze kabinetsperiode alleen al met 15 miljard. En voor de AOW, dames en heren, met in deze kabinetsperiode met 3,7 miljard. We zien dus een stapeling van al die kostenstijgingen. En we houden dit op termijn gewoon niet vol. We moeten dus zoveel mogelijk regelingen terugbrengen tot degene voor wie die regelingen oorspronkelijk waren bedoeld. Tot degene die het echt nodig hebben. En dat moeten we doen door ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken ook echt werkt en ook langer doorwerkt om de betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat te behouden. Dames en heren, voor de val van Lehman Brothers, dat is deze maand precies 3 jaar geleden, toen liet de Nederlandse begroting nog een overschot zien. Nou, dat is inmiddels
totaal veranderd. De staatsschuld is in die periode opgelopen van 45 naar 65%. En dat betekent een kleine 25.000 euro schuld per Nederlander. Per jaar geven we een kleine 11 miljard aan rente uit. Dat klinkt allemaal erg boekhouderig, maar dat is, om een vergelijking te geven, meer dan we per jaar aan het basisonderwijs in zijn totaliteit uitgeven. En dit is dus ook geen boekhoudersprobleem, want al dat geld dat we uitgeven aan rente en aflossing, dat kunnen we niet voor andere uitgaven gebruiken in de zorg, in de infrastructuur of in sociale zekerheid bijvoorbeeld. Nou, en als je dan nog daarbij neemt de extra kosten die we krijgen in de toekomst door de vergrijzing en de ontgroening, dus al die kosten die moeten straks door veel mindere mensen ook nog eens worden opgebracht, dan begrijpt iedereen dat we zo niet door kunnen gaan en dat we dus nu moeten ingrijpen. Als we dat niet doen, dan krijgen de leerlingen, de studenten van nu, de rekening van ons straks gepresenteerd. En daar kiezen wij uitdrukkelijk als kabinet niet voor. Net zoals wij er ook niet voor kiezen om de belastingen substantieel te verhogen, want dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Dat doen we ook niet. We kiezen er in de eerste plaats voor om die uitgaven terug te brengen. Natuurlijk doen we dat ook om de kredietwaardigheid van Nederland te behouden. Dat gaat ook goed. Onze reputatie op de financiële markten die is goed. Het geld vloeit nu naar Nederland, omdat de financiële markten er kennelijk ook vertrouwen in hebben in onze economie, maar ook in de aanpak van het kabinet om, als het gaat over de houdbaarheid van de overheidsbegroting op lange termijn. Mensen zeggen van ja, als je aan anderen vraagt om te bezuinigen, dan kun je zelf natuurlijk niet buitenschot blijven. Ik kan u ook verzekeren, dat doen wij als overheid ook niet. Ik merk dat ook op mijn eigen ministerie, op ons eigen ministerie, waar we het de komende jaren met honderden mensen minder zullen moeten doen. En dat geldt zeker voor het UWV, u weet de uitvoeringsorganisatie, UWV, daar zullen duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen. En voor de SVB ook een paar honderd. Dus we zijn ook echt bezig om die overheid zelf ook kleiner te maken. Dames en heren, dit is niet alleen een verhaal over bezuiniging, want het gaat over, wat mij betreft, over veel meer dan dat. Als je kijkt naar de globalisering en de groeiende mobiliteit, de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, dan raken economische, financiële en culturele relaties tussen landen steeds meer verstrengeld. En dus die wederzijdse afhankelijkheidsrelaties die nemen toe. En om die uitdagingen, die ook onzekerheden met zich meebrengt, om die uitdagingen, die nieuwe realiteit aan te kunnen, is een dynamische en weerbare samenleving nodig. Een samenleving waar burgers en bedrijven maximale vrijheid en ruimte hebben om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. En daarbij past geen overheid die onnodig ten koste van burgers en bedrijven vrijheid en ruimte opeist. Maar dan passen ook geen burgers bij die onnodig, zeg ik uitdrukkelijk bij, onnodig afhankelijk zijn van de overheid of verantwoordelijkheden onnodig afschuiven op die overheid waar mensen problemen zelf prima kunnen oplossen. Maximale vrijheid en ruimte voor burgers en minimale afhankelijkheid van de overheid zijn wat mij betreft twee kanten van dezelfde medaille. Geen vrijheid zonder eigen verantwoordelijkheid. En zonder eigen verantwoordelijkheid geen kleine slagvaardige overheid. Dames en heren, verbondenheid en betrokkenheid bij de samenleving die ontstaan niet door een overheid die alle lasten, problemen en oplossingen op zijn schouders neemt, maar wel door mensen die met een gezonde dosis lef en doorzettingsvermogen problemen zoveel mogelijk zelf oplossen. En wij als kabinet willen burgers en bedrijven daarom ook uitdrukkelijk aanspreken op die verantwoordelijkheid. En wie dat niet doet, wie mensen niet aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, die neemt mensen niet serieus, wat mij betreft, die ondergraaft hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en tast zo ook die weerbaarheid van mensen en dus van de samenleving als geheel aan. Die weerbaarheid is nu juist zo belangrijk om die veranderingen in de toekomst op te kunnen vangen. En verantwoordelijkheid nemen uiteraard niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En daarbij past een kleine faciliterende overheid die belemmeringen zoveel mogelijk uit de weg neemt. En voor de sociale zekerheid, dames en heren, betekent dat ik een stelsel nastreef dat mensen enerzijds de zekerheid biedt van een adequaat vangnet als dat echt nodig is,
maar anderzijds ook van mensen verwacht, als ze dat kunnen, zoveel mogelijk economisch en financieel op eigen benen te staan. En solidariteit betekent dus ook niet, wat mij betreft, alleen recht op hulp en ondersteuning voor degenen die het echt nodig hebben. Maar ook dat degenen die de kosten moeten dragen van het sociale zekerheidsstelsel, dat die erop moeten kunnen rekenen dat alleen wordt betaald en uitgekeerd in die gevallen waarin dat echt nodig is. En tegenover het recht op hulp en ondersteuning staat wat mij betreft dan ook de plicht daar geen beroep op te doen als dat niet echt nodig is.